Dat weten we misschien meer. Voor het eerst zijn in Nederland daders van een extreemrechtse aanslag veroordeeld voor terreur. 5 mannen uit Enschede kregen gisteren straffen tot 4 jaar cel voor het gooien van molotovcocktails naar een moskee. Hun advocaat vindt die straffen veel te zwaar, gaat in hoger beroep. En opiniemaker Noordien Wilderman is juist tevreden dat voor het eerst geweld uit de extreemrechtse hoek ook als terreur wordt bestraft. Advocaat Robert Spijdel en Noordien Wilderman gaan straks in debat. En ook de vrouw van een van de veroordeelde terroristen zit hier aan de zijkant en spreek ik straks ook even mee. Maar laten we eerst even luisteren naar de motivatie zoals de rechter die uitsprak. Dat niemand gewond raakt is toeval, zegt de rechter. Brandstichting met terroristisch oogmerk, oordeelt zij. Een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ja, dat komt door de terroristische achtergrond die het heeft. Hè. Het is gepland, het is besproken, het is voorbereid en het is met een bepaalde bedoeling uitgevoerd. Ja, meneer Spijdel, om even met u te beginnen. De uitspraak van de rechter is ongeveer gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. In beide gevallen wordt er gezegd dat het gaat om een terroristische aanslag. En ja, daar hoort ongeveer deze straf bij. Waarom gaat u dan in hoger beroep? Nou ja, allereerst is het zo dat wij, en dan bedoel ik mijn cliënt, maar ook de overige verdachten op 1 na, die vinden dat terroristisch oogmerk ten onrechte eraan geplakt. We vinden ook dat er van andere dingen geen sprake is. Bijvoorbeeld levensgevaar, wat in het vonnis genoemd wordt. We vinden ook derhalve dat de strafmaat te zwaar is. En we vinden dat het onderzoek op flinke punten niet goed is uitgevoerd. Ja. Bijvoorbeeld het alibi wat een der verdachten heeft, dat is niet eens onderzocht. Oké, laten we even die dingen eruit halen zoals u ze zegt. Geen terroristisch oogmerk, maar die mannen opereerden in vereniging. Dat wordt gezien als een van de argumenten voor een terroristisch oogmerk. Ze hebben met hun daad de bevolking schrik willen aanjagen. Nee, hebben ze niet gewild. Er is 1 verdachte die een verklaring heeft afgelegd. En die heeft gezegd dat het is gebeurd ten einde de gemeente te pogen te bewegen tot een bepaalde handeling. Maar niet om de moslimgemeenschap schrik aan te jagen. Maar... Even om het te begrijpen, als je weet dat er mensen in een moskee zitten, dan kun je er toch voor het gemak wel van uitgaan dat dat moslims zijn die in die moskee zitten. En als je daar brandbommen naartoe gooit, dan kun je toch ook wel voor het gemak zeggen dat je daarmee die mensen schrik aanjaagt, of niet? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je het oogmerk hebt. Ja, ik bedoel, het is een logisch gevolg van je handeling, maar het is nog niet zo dat je dan met die handeling ook dat opzet hebt. U zegt dat ze per ongeluk die cocktails naar de moskee hebben gegooid. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat ze niet uit oogmerken hadden. Ik zeg dat ze slechts 1 der 5 verdachten die heeft erover verklaard. En die heeft gezegd het was met een andere bedoeling dan om de in de kerk, in de moskee aanwezige schrik aan te jagen. Namelijk welke bedoeling dan? Om de gemeente te pogen te bewegen om daar geen AZC te vestigen. Maar ze wisten wel dat er mensen waren. Ja. Want dat was ook de reden waarom een van de mensen zei, ik doe niet meer mee. Nou, dat heeft niemand gezegd, hoor. Ik dacht dat er één was die zei van, er staan daar auto's, ik draai om, ik doe niet meer mee. Er is 1 iemand die een verklaring heeft afgelegd en die is inderdaad weer weggegaan. Maar die heeft dat bij mijn weten niet verklaard. En ze hebben daarmee ook bewust geprobeerd, dat is nog even een argument van dat terroristisch oogmerk, dan kom ik bij u ook, meneer Wilderman, hoor. Ze hebben daarmee bewust geprobeerd politieke besluitvorming te beïnvloeden. Dat is dus die ene verdachte die heeft verklaard en die heeft gezegd dat was het oogmerk. En de overige 4 die hebben daar niet over verklaard. Oké. Meneer Wilderman, u heeft dit allemaal gevolgd. U zit hier denk ik voornamelijk als moslim, of niet? Ik zit hier als moslim. Ik zit hier als iemand die veel in moskeeën aanwezig is. En ik zit hier ook als iemand die eigenlijk al vanaf de dag waarop deze aanslag heeft plaatsgevonden, dit dossier vrij nauwkeurig heeft geprobeerd te volgen. En ik ben ook heel erg blij met de bevestiging van het feit dat inderdaad een van de verdachten heeft aangegeven dat ze het beleid van de gemeente hebben willen beïnvloeden met deze handeling. Als je kijkt naar het oogmerk voor een terroristische aanslag, of om die duiding eraan te geven, dan heb je eigenlijk 3 onderdelen. Is het aanjagen van angst aan de bevolking, het beïnvloeden van beleid van bijvoorbeeld een land of een internationale organisatie. Dat waren die dingen die ik net noemde eigenlijk. Juist, en het derde wat door de rechter is genoemd is dan het vernietigen van de structuur van een land. Daarvan is geen sprake, maar de rechter heeft aangegeven, in lijn met het Openbaar Ministerie, dat van die eerste 2 punten wel degelijk sprake is. En ik denk dat als je als volwassen mensen besluiten om naar een gebedshuis te gaan,
bij aankomst constateren dat daar, en dat staat ook duidelijk in het vonnis, dat daar auto's staan, dat daar fietsen staan, dat het licht binnen aan is. En dat ze daar dan vervolgens meerdere brandbommen naartoe gooien. Dan denk ik dat het heel moeilijk is om daar dan nog serieus van te zeggen dat het niet de bedoeling heeft om mensen schrikken aan te jagen. Ik bedoel, ik denk niet dat het bedoeld is als een compliment. Als je een brandbom gooit naar een gebouw, is dat om schrik aan te jagen. Maar misschien kunt u vooral op dat laatste even reageren. Als je twee brandbommen naar een gebouw gooit, dan moet dat toch op zijn minst bedoeld zijn om schrik aan te jagen. Zo niet misschien wel een poging om de hele tent af te laten branden. Nou ja, wat me opviel, wat u zei van meerdere volwassen mensen. Ja, het is de vraag hoe volwassen deze mensen zijn. Ze zijn, functioneren rondom zwak begaafd niveau. En als je daar dan nog heel wat bier in stopt en ook nog wat softdrugs, dan denk ik dat het niveau niet toeneemt, maar afneemt. Ze hebben nog wel de weg naar de moskee kunnen vinden. Ja, ten nauwe nood. Ja, hoezo? Zijn ze eerst verdwaald? Nou, dat net niet, maar tegenwoordig heb je TomTom. Nee, maar los daarvan, dat was een hele korte afstand als het deze mensen zijn geweest. En dan moet je je voorstellen dat rondom 7 uur, alles dan volgens de officier van justitie, rond 7 uur zou het plan zijn gevat en dan een hele korte tijd later zou het plan ook ten uitvoer zijn gelegd. Als ik aan een terroristische aanslag denk, dan denk ik toch niet aan een situatie als deze, waarbij uiteindelijk, hoe verwerpelijk ook hoor, begrijp mij niet verkeerd. Maar dat er uiteindelijk dan 2 flessen bier op een grasmat neer zijn gekomen. Ze zijn gelukkig niet tegen de moskee aangeworpen, voor zover dat vastgesteld kon worden. Er is een stukje van het gazon, heeft even vlam gevat en dat bij 2 graden nachtvorst. Ja. Nee, maar kijk, ik begrijp best dat u dat, uw positie is natuurlijk om dit soort dingen te zeggen. Maar als je misschiet, neemt dat nog niet, wil dat niet zeggen dat je niet de intentie had om raak te schieten. Nee, dat klopt, maar dan is het inderdaad... Dus je kunt zeggen, ja, het is het grasveld geworden, maar ik geloof niet dat hun bedoeling was om dat gras nou eens uit te roeien. Nee, dat verwacht ik ook niet. Wie dat ook... Even kijken wat we tot nu toe ervan weten, we hebben een klein beetje beeld. Zaterdagavond, 27 februari. 5 mannen verlaten de woning van Raymond. Zo is te zien op camerabeelden. Een paar hebben een fles in de hand en rijden door naar deze moskee, 1,5 kilometer verderop. Doel was voorkomen van een vluchtelingcentrum door het gooien van molotovcocktails. Waar wilde u die molotovcocktails tegenaan gooien? Richting de moskee. Ja, in die zin is dat wel vrij duidelijk wat de bedoeling was. Ja, dat zegt dus iemand die er niet bij aanwezig is geweest, iemand die is weggegaan. Ja. Die gaat dus verklaren over anderen wat hun bedoeling was. Ja, want die anderen houden hun mond, hè? Anderen hebben geen verklaring afgelegd. Ja. Heeft dat te maken met hun zwak begaafdheid, wat u net aanhaalde? Nee, ik denk eerder met goede adviezen van de advocaat. Want doorgaans is het als verdachte toch verstandig om geen verklaring af te leggen, omdat hij in veruit de meeste gevallen toch tegen je wordt gebruikt. Ja. Ik ga even naar Alfina. Uw man is veroordeeld. Ja. Voor 4 jaar cel, 1 jaar voorwaardelijk. Wat vindt u daarvan? Ja, naadje. Gewoon, ik vind, hij wordt veroordeeld. Laat ik het zo zeggen. Ik zag gisteren meneer Rutte op tv. En dan dacht ik van, laat ik de tv maar uitdoen. Want dit wordt zo politiek opgeblazen. Dit gaat helemaal nergens meer over. Maar er is dus een groep mannen die met brandbommen een moskee aanvalt, waarvan ze weten, en als ze het niet weten, in ieder geval hebben kunnen weten, dat daar mensen in die moskee zitten. Ja. En ze hebben niet kunnen weten of die moskee vlam zou vatten of niet bij het gooien van die brandbom. Dan gaat het toch wel ergens over? Nou, wat het om gaat volgens mij, is of ze dat hebben gedaan. Kijk, want ik denk gewoon zeker te weten dat ze daar niet bij waren. Maar als één iemand zegt dat hij dat gedaan heeft, en de rest zegt niks. Ja. U zegt ze zijn er helemaal niet geweest? Nee. Dit zijn onschuldige mannen die dit helemaal niet hebben gedaan. Ja. Ja. En dat punt heeft u ook overgenomen? Ja, dat punt heb ik zeker overgenomen. En in het bijzonder omdat dus één van de verdachten, die heeft een alibi, bij de moskee hing gelukkig een camera, die heeft een lichtflits geregistreerd die eigenlijk niet anders kan zijn dan zeg maar de molotovcocktail die geworpen is. En die is 1 minuut geworpen nadat 1 der hoofdverdachten dan weer terug is bij een bepaalde woning. En die kan in die 1 minuut nooit die afstand hebben afgelegd. Dus die heeft een alibi en dat wordt niet onderzocht. En dat vind ik kwalijk. Ja, maar voor al die andere mensen geldt dat ze ook op de camera zijn, dat je ziet dat ze weggaan. Ik geloof op hun eigen camera.
camera zelfs, hè, van een van het huis waar ze vandaan vertrokken. Dat de bierflesjes die gevuld waren met die brandbare stof ook ontbraken uit het krat. Dus je zou zeggen, er zijn nogal wat dingetjes die niet helemaal mee spelen. Nee, want er is een krat en daar ontbreken 5 flessen uit. En er zijn 2 geworpen, dus dan kom ik er 3 te veel tekort. Het is niet onderzocht of die flessen matchen bij het krat. Er is niet onderzocht wat er in die flessen zat. Er is niet onderzocht of wat er in die flessen zat ook bij de hoofdverdachte dan thuis is aangetroffen. Er is kortom heel weinig onderzocht. Meneer Wilderman, misschien zitten de verkeerde mensen wel vast. Ja, ik denk dat dit deel van de argumentatie een beetje de realiteitszin van de verdediging laat zien. Wat heel duidelijk naar voren is gekomen is dat het om een groep mensen gaat die al langere tijd met elkaar in contact stonden. Zeer actief waren in hun gemeente ten aanzien, in negatieve zin ten aanzien van de komst van een asielzoekerscentrum, maar ook een andere moskee dan de moskee die uiteindelijk is aangevallen. Die onderling via WhatsApp een aantal organisaties en personen verheerlijkte, waaronder Adolf Hitler, de Waffen-SS, de Afrikaner Weerstandsbeweging en dergelijke, zoals ook genoemd in het vonnis van de rechtbank. Ja. Die nogal negatieve grappen maakte over Anne Frank, over mensen met een donkere huidskleur, over mensen met een islamitische achtergrond en over mensen met een Marokkaanse achtergrond. Ik heb ze die hier, al meerdere dagen voor de aanslag, meerdere dagen voor de aanslag, het expliciet het gooien van brandbommen naar de moskee ook hebben benoemd. Waarbij een van de verdachten ook heeft aangegeven dat hij daar ook ervaring mee had, omdat hij eerder al Molotov cocktails heeft gemaakt. En die zouden dan die dag bij elkaar zijn geweest om te praten over aansluiting bij een extreemrechtse organisatie, maar hier niets mee te maken. Er wordt aan de overkant gelachen. Ja, dat moet ik wel bij dit betoog. Het lijkt erop dat u een ander dossier heeft gelezen dan ik. Ik heb het echte dossier gelezen en ik haal een flinke deel van van deze punten die u noemt, haal ik er niet uit. Maar laten we zeggen, misschien heb ik dan een ander dossier gelezen dan u en u. Maar ik heb dat namelijk wel gelezen, wat die appgroepen in ieder geval betreft. Ja. En dan gaat het over de afbeelding van Anne Frank met als bijschrift morgen naar school toe. Nee joh, ik ga op kamp. Een afbeelding van een negroïde persoon die is aangereden door een auto met als bijschrift nu zit er godverdorie negerbloed aan mijn lak. Ja. Een afbeelding van Hitler met als bijschrift islamisten die habe ich vergessen. Exact. Een afbeelding van een adelaar met een hakenkruis met als bijschrift white power. Ik kan nog een tijdje doorgaan. Ja, nou niet zo heel lang meer, want dit waren de meeste wel. Ja, nou ik heb er nog 2, maar ik vond het een stoer klink om te zeggen. Dat dacht ik al eigenlijk. Ja. maar je moet je voorstellen, het is een WhatsApp-groepje van 8 personen die dan onderling allerlei volstrekt, en dan ben ik het zeker met u eens hoor, volstrekt misplaatste grappen onderling plaatsen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je iets verheerlijkt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er bij de huiszoeking is aangetroffen, dan zou je echt denken van als die mensen Adolf Hitler verheerlijken, dan vind je daar hakenkruisvlaggen, je vindt de pothelmen, je vindt er laarzen tot kniehoogte en nog een aantal leren jassen. Niets van het al. Dit zijn misplaatste grappen in een beperkte groep. Ja. Nou, goed, je vindt dan bijvoorbeeld een foto van een van de verdachten waarvan ook duidelijk is dat hij bijvoorbeeld een horecagelegenheid die wordt toegewezen aan neonazi-kringen heeft bezocht en dat hij poseert voor een vlag met neonazi-symboliek. Dat zijn inderdaad de zaken die je dan vindt. Dat zijn ook inderdaad de zaken die zijn gevonden. En de punten die je net noemt zijn inderdaad ook de punten van het dossier wat ik heb gelezen wat past bij de uitspraak van de rechter. Ze zitten nu op de afdeling terrorisme, geloof ik. Hè? Daar komen ze weer op. Ja. Kijk, laten we het omdraaien. Ik wil niet stigmatiserend jegens moslims zijn, maar er is nogal wat terreur wat voortkomt uit mensen die dat denken geïnspireerd te zijn door de islam. Als je het om zou draaien en zou zeggen, we hebben een aantal islamieten die zeggen dat Allah groot en heilig is en dat een bepaald gebouw moet worden aangevallen. En als er dan nog een paar Koranteksten ergens liggen of wat dan ook, dan krijgen die mensen vermoedelijk 8 jaar. Nou ja, als het goed is niet, als de rechters hun werk goed doen. U weet wel dat er in die richting vrij streng, en vermoedelijk ook is dat goed, maar vrij streng wordt gereageerd. Ja. En kost het u dan misschien moeite om te snappen dat het andersom ook zo is, als het om extreem rechts gaat? Nee, ik vind in beide gevallen, of je nou een kerk, een katholieke kerk, een protestantse kerk of een moskee aanvalt, in alle gevallen moet je daar even streng, en wat mij betreft heel streng, tegen optreden. Exact. Ik denk dat wij daar helemaal niet oneens over zijn. Dat moet gewoon in beide
worden, of alle gevallen fors worden aangepakt. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat je de zaak goed onderzoekt. En wat ik hier gewoon gezien heb, is dat men meteen dacht van, nou, we weten wie het gedaan heeft. En we weten, als politie zijnde, nou, het bekende woord tunnelvisie, we weten precies hoe het in elkaar zit. Dus we hoeven geen onderzoek te doen. Hoe kun je nou als rechtbank, als er een uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op een alibi, dat niet eens benoemen in je vonnis? Nog niet eens zeggen van, daar gaan we onderzoek naar je stellen. Nou, ik vind dat het slecht. Dat is voor u de reden om in hoger beroep te gaan? Dat is een voorname reden. Hoe is het met uw man in de tussentijd? Ja, wat zou ik ervan zeggen? Hij is gewoon, ik zeg maar, een Enschedeze tukker. En hij hoort daar gewoon niet. Maar hij zit daar wel tussen de terroristen. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de, ja, hoe het met ons is. Als je dan bedenkt, van als iemand er ergens niet geweest is. Even vooropgesteld, hè, wat er gebeurd is, keur ik echt niet goed. Mm-hmm. Maar dan moet je wel de juiste pakken. En dat is niet gebeurd wat u betreft? Nee, want mijn zoon en ik zijn het kind van de rekening. Dan heb ik het ook nog niet over de andere familieleden van de andere veroordeelden, laat ik maar zeggen. In de meest letterlijke zin gaat dit door en wordt vervolgd.